De Nijmeegse journalist en programmamaker Sinan Can verzorgde afgelopen vrijdag de 22e burgemeester Daleslezing in het stadhuis van Nijmegen. Can is vooral bekend geworden door de tweedelige documentaire In het spoor van IS. Hiervoor bezocht hij gebieden die zwaar hebben geleden onder de terreur van de Islamitische Staat. De lezing en bijbehorende prijs zijn vernoemd naar voormalig minister van Binnenlandse Zaken en oud-burgemeester van Nijmegen, Ian Dales. Zij maakte zich tijdens haar werk sterk voor antidiscriminatiemaatregelen en wetgeving. Tijdens de burgemeester Daleslezing delen prominente figuren uit de samenleving hun kijk op artikel 1 van de grondwet, dat alle vormen van discriminatie verbiedt. Zo gingen onder andere Femke Halsema en Gerard Spong Sinan Can al voor. De burgemeester Dalesprijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van €500. Deze is in het leven geroepen ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het COC Nijmegen in 1996.